Er is een hap uit mijn bladzijde genomen. Een hap? Ja! Wow, een leeuwtje! Welkom terug bij een superleuke nieuwe YouTube-video. Vandaag ga ik iets heel leuks doen. Ik word hulpsint. En als ik alles oplos, krijg ik een hulpsint diploma. Dit is een commerciële samenwerking met bol.com. En alle informatie kunnen jullie vinden in de descriptie. Maar we gaan er gewoon in vliegen. Vergeet ook zeker niet te liken en te abonneren op mijn kanaal indien jullie deze video leuk vinden. Let's go! Jongens en meisjes, eerst ga ik natuurlijk tonen hoe dat het werkt. Ik ga de grote speelgoed-app nu downloaden. Zo moet je het doen. Dus je zoekt op de grote speelgoed-app. En dan zie je deze superleuke icoontje en dan klik je erop. Oké, ik zie al de zit staan. En dan zie je daar een verdwenen speelgoed mysterie. Dan ga je op dat knopje klikken. Dat muziekje is zo'n beetje spannend. Poh, wat ben ik blij om jou te zien. Dank je. Ik heb namelijk je hulp nodig. Oké. De afgelopen dagen merkte ik dat ik allemaal spulletjes kwijt was. Oei. Het begon met mijn pantoffels. En mijn favoriete pen. Oh nee. Nou ja, Sinterklaas is ook al een dagje ouder. We moeten het speelgoed zo snel mogelijk terugvinden. Oké. En jij kan mij helpen. Ja, natuurlijk. Als je zoveel mogelijk opdrachten en spelletjes speelt, verdien je stickers. En vinden we hopelijk alle cadeautjes op tijd terug. Oké, prima. Wil jij mijn hulpsint worden? Natuurlijk. De beste hulpsinten krijgen dit mooie diploma van mij. Oeh, die is zo mooi. Dus hebben jullie het nu verstaan? Ik ga het nog even kort uitleggen. Dus ik ga namelijk op een missie om al Sinterklaas zijn speelgoed terug te vinden. Voor elk speelgoed dat ik terugvind, krijg ik een sticker. En daar kan ik een diploma mee verdienen. Oh my god, dit is heel erg spannend. Ik wil er gewoon in vliegen. Vandaag ga ik minigame 2 en 3 proberen op te lossen. Dus ik ga er gewoon aan beginnen. Voilà, ik ga nu die minigame spelen. En ik weet ook totaal niet wat mij te wachten staat. Ah, daar ben je weer. Hallo. Ja. Ik wilde niet dat mijn grote boek ook kwijt zou raken. Dus ik heb hem in deze Sinterkluis gestopt. Oké. Okay. Maar nu weet ik niet meer welke sleutel ik moet gebruiken. Ik probeer het nog een keer. Ah, hier nummer 5. Dat is hem. Zie je wel? Dat is fantastisch, hè? Ja. Kun jij ook de juiste sleutels vinden om het speelgoed terug te krijgen? Natuurlijk, Sinterklaas. Okay. Er zit verdwenen speelgoed in deze kisten. Maar ik weet niet meer welke sleutels erbij horen. Kun jij me helpen de goede sleutel te vinden? Ik kan je helpen, Sinterklaas. Oké, we gaan nu klikken op go. Druk op de sleutel waar het juiste antwoord op staat. Hoeveel Lego steentjes tel je? Oké, ik ga ze gewoon even snel tellen. Yes, ik heb een sleutel gevonden. Wow. Ik heb deze superleuke speelgoed teruggevonden. De volgende vraag is, hoeveel roze bloemen zitten er op de taart? Yes! Hebben jullie het ook? Juist, schrijf het ook zeker in de comments. Wow. Deze keer hebben we deze superleuke speelgoedje teruggevonden. Ik ga verder naar de volgende vraag. Klik! Ja. Waar liggen de meeste kaarten? Yes, ik heb een sleutel verdiend. Ik ben echt heel benieuwd naar welk speelgoed ik krijg.
ook een superleuke speelgoedje teruggevonden. Ziezo, ik heb er al 3 opgelost, maar nu ga ik ook gewoon verder spelen. Maar download de app als jij ook de quiz wilt doen. Ik zie nu een roze knop staan, dus ik ga daar even op klikken, hè. Voilà, Sint, je bent terug. Hé, er is een hap uit mijn bladzijde genomen. Een hap? Luister. Gelukkig vinden we steeds meer speelgoed. Ja? Allemaal dankzij jouw hulp. Maar we hebben nog niet alles gevonden. Dat is waar. Dit vraagt om mijn werknijter. Oké. Wauw. Ziet zo. Voor noodgevallen. Kijk, die tik ik zo kapot. Die tik je zo kapot? Voorzichtig, hè, Sinterklaas. Oei. Wauw. We gaan ervoor. Brr. Het is hier koud trouwens. Wie heeft die deur open laten staan? Misschien ik? Nee. Ik heb speelgoed gevonden, maar het zit vast in het ijs. Oei. Kunt jij het speelgoed bevrijden? Natuurlijk, Sinterklaas. Let's go. Klik. Druk zo snel mogelijk op het scherm om het ijs te breken. Oké, okay, 3, 2, 1. Ah! Yes! Ik heb het Minecraft Lego mannetje teruggevonden. Woo! Op naar het volgende vraag. Tadaa! Oh. Ik heb een kinderen camera. Welke zou ik nu krijgen door het ijs te breken? Let's see! Nog 2 te gaan. Kom aan, Ella. Kom aan, Ella. Je kan het. Oh nee. Ja. Wow. Een leeuwtje. Cool. Nog 1 te gaan. Klik, klik, klik. Oh, deze is wel een beetje moeilijk. Welke spel vonden jullie het leukst? Schrijf ook zeker in de comments. By the way, elke week komen er nieuwe minigames uit. Dus stay tuned! Wil jij dit ook spelen en hulpzend worden? Zoals ik al zei, kunnen jullie alle informatie vinden in de descriptie, de grote speelgoed-app en de verloren speelgoed. Later that same evening. Oké, ik heb al super duper leuke spelletjes gespeeld, maar nu heb ik wel zelf zin in een gezelschapsspelletje. Noah, wat denk jij daarvan? Heel leuk! Zeg maar Noah, mama en papa hebben zelf een gezelschapsspel gekocht, maar ik weet niet welke. Hij zit daar op de tafel, ik ga die even halen, hè. Dus dit is het gezelschapsspelletje dat onze ouders hebben uitgekozen. Oké, ik ben heel benieuwd. Dus we gaan dit gewoon open doen, hè Noah? A few moments later. Hey mensen, we zijn terug. Zoals jullie al zien hebben wij dit hele spel klaargezet. Maar nog 1 ding hebben wij nodig. En dat is... Slagroom! Slagroom! Oké, dus we gaan slagroom op de handje doen. En deze knop dient ervoor wie het snelste drukt. Als ik hier op druk, zo super snel, en ik ben sneller dan Noah, dan gaat dit in zijn gezicht vliegen. Alright. 3, 2, 1, go! Gezichtjes, dus we hebben ze even weggelaten, dus we gaan het zo proberen. En wie naar achter schuift, als die ziet dat hij verliest, die krijgt meer slagroom in zijn gezicht. Ja. Noah, meer in jouw gezicht, jongen! Ja.
Ja. Klaar? 3, 2, 1, go! Alright. Klaar, Mohor? Ja. 3, 2, 1, go! Deze spelletje de hele avond spelen. En vergeet ook zeker niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. See you in the next video, guys. Peace out. Love you all. Mwah.